Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag ga ik jullie meenemen naar mijn gevecht met alg in het aquarium hier achter mij momenteel. Ja, jullie hebben het gezien in de titel en ik denk dat jullie in deze video geklikt hebben ofwel omdat jullie benieuwd zijn, toch niet alles gaat zo goed in de bakken van Nikki. Of dat je misschien zelf al last hebt van algen en zoiets hebt van ik moet echt van die penseelalg af, Blijf maar gedoe houden of je bent gewoon geïnteresseerd in alg begrijpen in het algemeen. Al deze drie dingen wil ik gaan behandelen in deze video. En ik hoop dat jullie dus aan het eind van deze video een stuk wijzer zijn over alg, hoe het ontstaat. Hoe ik er dus mee omga in het aquarium hier achter me. Wat de oorzaken kunnen zijn van alg, wat je eraan kunt doen en wat de belangrijkste punten zijn. En dus ja, hoe ik er persoonlijk momenteel mee omga en het dit aquarium heeft beïnvloed. Allereerst de basis van dit aquarium even. Dit is dus een 125 liter aquarium, een Jewel Rio 125. De standaard verlichting van de Jewel zit erboven. De intern filter van Jewel zit erboven. En daarnaast staat er een Tetra X 600 op. Inmiddels heeft hij wel de kop van een 800. De 600 begon te lekken. En heeft hij dus de stroming ook van een Tetra X 800. Er staat dus een enorme stroming op dit aquarium. Tegelijkertijd draait hij op volledig osmose en turf. Mocht je daar niet bekend mee zijn, zal ik een video hierboven linken. Nu is het voor dit onderwerp wel niet zo super belangrijk. Maar qua waterwaarde is dit aquarium dus wel heel uniek. En gebeurt het niet vaak dat dit op deze manier zo voorkomt. Dus daarom wou ik het wel even genoemd hebben. Verder is dit dus penseelalg waar ik last van heb. Penseelalg is een heel hardnekkige algsoort die heel rustig komt en nog veel rustiger gaat als je hem überhaupt al uit je aquarium krijgt. Ik zal het in deze video hebben vooral over oorzaak zoeken binnen alg. Hoe je dat doet, hoe ik dat zelf dus heb aangepakt. En natuurlijk dan ook de aanpak zelf. Ik heb momenteel dus penseelalg, maar ik zal kijken of ik deze video zo breed mogelijk krijg. Dat jullie er wat aan hebben met alle soorten alg die je hebt. Omdat het belangrijkste gewoon is alg begrijpen. Ik heb daar ook al een video over, twee video's over zelfs. Die er ook globaal voor ingaan, maar in deze video zal ik er dus ook op ingaan. Goed, in het aquarium hier achter me, we gaan er dus eventjes naar kijken. Het lijkt allemaal niet zo extreem. Het lijkt helemaal niet alsof er veel alg in zit of dat ik al maanden bezig ben hier een algprobleem uit te halen. Totaal niet zelfs, maar dat is nou net ook het punt. Ik ben er gelukkig vroeg bijgekomen, wat betekent dat ik continu het nog enigszins heb kunnen onderdrukken. Ik neem deze video heel bewust op voordat ik de alg ga weghalen. Maar daardoor zit er momenteel aardig wat alg in en kan ik jullie ondertussen beelden ook echt laten zien van die alg. Ik ben het nog eventjes vergeten te noemen dat die ook vloeibare plantenvoeding krijgt en voedingscapsules heeft. De bodem is filterzand en ja, allemaal dingen waar ik later op terug ga komen in deze video. Dus handig dat jullie die basisinformatie alvast hebben. De bak is allesbehalve overbevolkt. Zitten eigenlijk heel erg weinig vissen in voor de hoeveelheid water. Ja, dan hebben jullie die basisinfo. Goed, als we even gaan kijken naar het aquarium hier achter mij, lijkt het allemaal niet zo extreem. Het lijkt helemaal niet alsof er zo superveel alg in zit. Maar dat is over het algemeen ook het gevaarlijke van alg. Je ziet het niet zo enorm. En tegelijkertijd is dat ook een beetje wat het taboe rond alg groter maakt. Want op een foto, om jullie een voorbeeld te geven, deze foto postte ik 17 december. Niemand die gedacht zou hebben dat ik alg in dat aquarium had of dat ik toen al 2 maanden bezig was met het bevechten van die alg. Het valt dus niet zo extreem op camera of op foto's, waardoor andere bakken altijd perfect lijken. En als je dan zelf ernaar kijkt, dan zie je, ja maar ik zie daar wat alg, daar wat alg. Nu, alg op zichzelf is niet negatief. Sterker nog, je wil in elk aquarium alg hebben. Wat puntalg op je ramen is volkomen normaal. Een beetje alg hier en daar is logisch. Wat alg op langzaam groeiende planten of iets dergelijks is logisch en is ook allemaal niet zo erg. Sterker nog, heb je geen alg, heb je een compleet steriele bak. Een steriele bak moet je gewoon niet willen hebben. Dus dat er leven in zit en dat je alg hebt is niet zo heel erg. Het moet alleen zo zijn dat het natuurlijk ja, binnen controle blijft en dat het niet je aquarium overneemt, dat het er niet voor zorgt dat je de voeding wegneemt van je planten, want onthoud dat planten en algen voedingsconcurrenten zijn. Ze hebben dezelfde voedingsstoffen nodig. Nu is het over het algemeen zo, dus wanneer jouw planten tekorten hebben, dat jouw algen kunnen gaan groeien.
Want de planten hebben zeg maar alles nodig om van te groeien. Je ogen niet per se. Er zijn bepaalde ogensoorten die het goed doen op de ene voedingsstof. Bepaalde ogensoorten die het goed doen op de andere voedingsstof. Wat ervoor zorgt dat als jij een gebrek aan totale voedingsstoffen voor je planten hebben, je planten stoppen met groeien en de ogen kunnen komen. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat je te veel voeding toevoegt, waardoor je ogen dus zoiets heeft van, hé, ik kan wel even mee eten. Ik kom erbij. En zo heb je allemaal verschillende soorten ogen voor de verschillende problemen en verschillende dingen die in het aquarium misgegaan zijn. Mijn oog is altijd een gevolg van onbalans. Een aquarium in balans heeft geen ogen. Nu is het ook nog niet per se zo dat ogen per direct negatieve impact hebben op je vissen. Over het algemeen is het gewoon zo dat de ogen voedingsstoffen wegnemen voor onze planten, waardoor de planten het minder goed doen. Of we de ogen gewoon heel erg lelijk vinden. Met bepaalde soorten, zoals blauw oog, kan het wel zijn dat ze zoveel zuurstof opnemen. Want alles wat leeft in een aquarium heeft zuurstof nodig. Alles, inclusief alg. En als het heel explosief groeit, zoals bijvoorbeeld blauw oog kan doen, dan kan het al het zuurstof wegnemen en kan het je vissen op die manier wel vergassen. Dus ja, met bepaalde ogensoorten heb je haast en moet je dingen doen. Met bepaalde ogensoorten is het vooral zo dat hoe vroeger je erbij bent, hoe eerder je de oorzaak kunt aanpakken en hoe eerder je het kunt oplossen. Want zoals ik net al zei, oog is altijd een gevolg van onbalans. Dus je aquarium terugbrengen naar balans, zoeken waar het onbalans gestart is en teruggaan naar de basis van je aquarium, die goed krijgen, is eigenlijk altijd de oplossing om uiteindelijk de oog weg te krijgen. Dingen als middeltjes gaan toevoegen werkt over het algemeen niet. En waarom niet? Nou ja, dat is vrij simpel. Het is een symptoombestrijding. Je kunt de oog wel gaan vergiftigen, maar weet dat als je oog vergiftigt, je veel andere dingen ook vergiftigt. Zoals bijvoorbeeld die bacteriën, die zorgen voor het balans in je aquarium. En dan ben je eigenlijk alleen maar verder van huis. Tegelijkertijd is het ook een tijdelijke oplossing. Opnieuw, symptoombestrijding. Zonder oorzaakbestrijding ben je nergens. Goed, dat eigenlijk is een beetje de basis. Hier in het aquarium achter mij hou ik al maanden bij wat ik doe. Ik zal mijn logboekje er gewoon even bij pakken. Want ik denk dat dat voor deze video wel zo handig is. Het fijne daaraan ook is, wat ik net noem, oorzaakbestrijding is zo belangrijk. En allereerst dus met alle soorten ogen die je hebt, de oorzaak zoeken is het allerbelangrijkste en het eerste wat je moet doen. Zonder oorzaak ben je namelijk nergens. Wat ik dus heb gedaan is terugkijken in mijn logboekje van ja, wat heb ik dan veranderd? Wat is er gebeurd binnen mijn aquarium wat gezorgd kan hebben voor die plotselinge penseeluitbraak? De penseeloog kwam trouwens, om eventjes helemaal precies te zijn, 8 november. En we zijn momenteel 18 februari. Dus ik ben al een tijdje bezig met deze alg. En ik moet inmiddels zeggen, ik ben het gevecht aan het winnen. Want ik weet inmiddels wat er mis is en heb dat opgelost. En nu is het een kwestie van tijd en doorzetten. Vooral dat doorzetten, waar ik ook nog later op terugkom. Goed. Waar ik achter kwam in mijn logboekje, waarin ik mijn waterwissels bijhoud, hoeveel plantenvoeding ik bijhoud, eventuele dingen die ik merk, schrijf ik allemaal op. En tegelijkertijd ben ik een YouTuber, wat best handig is, want daardoor heb ik heel veel beeldmateriaal. En daardoor zie ik ook vaak wat er in mijn bak verandert. Het voordeel daarvan is dus dat ik heel goed bijhoud wat er gebeurt en dus vrij makkelijk ook de oorzaak kan achterhalen. En waar kwam ik nou achter? Wel, ik heb in dit aquarium mijn fosfaatgehalte verhoogd en binnen 2 dagen daarna kwam de penseelalg opzetten. Waarom heb ik die fosfaat verhoogd? Wel, zoals jullie wel weten, in het aquarium stuurde ik zelf mijn eigen plantenvoeding en deed ik dat helemaal los. En ik was gewoon aan het testen van wat gebeurt er als ik nou mijn fosfaatgehalte iets verhoog. Want dan zit ik uiteindelijk op het ideale cijfertje dat ik wil hebben. Dacht ik. Nu ben ik gelijk gestopt daarna met het streven naar cijfertjes binnen de hobby en waterwaardecijfertjes om precies te zijn. Als het gaat om plantvoeding, omdat elk aquarium gewoon een andere verhouding nodig heeft. Ja, ik kwam er dus achter dat mijn verhouding goed was en door mijn fosfaat extra te verhogen, ik heb het erover om van een half fosfaat naar 1 fosfaat te gaan in 1 klap, was ook wel een grote klap, was gewoon te veel. Waardoor mijn penseelalg zoiets heeft van, kijk, nou heb ik de kans om toe te slaan. Nu is het zo dat mijn alg compleet in de stroming staat. Vaak is gebrek aan stroming of gebrek aan zuurstof, wat vaak samenhangt. Waar geen stroming is, is ook geen zuurstof, want er kan geen vers water langskomen.
vaak een oorzaak van bijvoorbeeld penseelalg. En dit had ik zelf dus niet, sterker nog. De planten die het meest last van hebben, Fallosneria, staan rechtstreeks in de uitstroom. Het is dus niet zo dat als iets goed is, het betekent dat alg niet kan komen. Het zijn de eerste dingen waar je naar kijkt. Dingen als stroming. Is dat goed? Zit je filter dicht geslipt? Is je bodem nog gezond? Waar ik zo meteen ook nog op terugkom. En allemaal de standaard basisdingen waar alg dus van leven. Een teveel aan voeding. In mijn geval dus teveel aan plantenvoeding. Maar teveel aan overvoeren kan bijvoorbeeld ook. Gebrek aan stroming. Gebrek aan zuurstof. Te veel aan licht, alles kan het zijn als je aquarium dus niet in balans is. Meer daarover, balans zijn en de gouden driehoek daarin, zal ik eventjes linken in een video hierboven, die dat nog eventjes wat verder uitlegt. Maar onbalans, dat is dus de grootste oorzaak. En ik kwam er dus achter dat door die plantvoeding te gaan verhogen van mij, ik onbalans gecreëerd heb. Nu denk je, nou wel, dat is dus simpelweg fosfaat. Wat doen we dan? 1. Alg zoveel mogelijk handmatig weghalen. Elke algsoort die je hebt, maakt niet uit. Continu, het liefst elke dag, 2 keer per dag als het moet, die alg heel even weghalen. Het lijkt heel veel werk, maar dat is het totaal niet. En het fijne is, als je continu die alg weghaalt, is dat je de alg voor bent. Anders heb je 1 grote mega algbak en dan zie je het helemaal niet meer zitten. Beter ga je dus consequent zijn en continu die alg weghalen. Niet verder gaan prutsen in je aquarium, niet andere rare dingen gaan doen, gewoon consequent dat alg weghalen. Wat voor mij betekende consequent mijn Fallosneria terugsnoeien als de penseelalg een blad overnam. En dit heb ik ook gedaan. En zoveel gedaan, zo lang gedaan, dat niemand van jullie heeft opgemerkt dat ik alg in de bak achter me had. Omdat ik dat dus zo consequent doe. Dit heb ik elke dag gedaan wat nodig was. Inmiddels is het niet meer elke dag nodig, wat dus een positief iets is. En zo zie je ook, wat ik eerder in de video heb gezegd, kijk naar de kleine dingen. Als je verbetering merkt, zet daarop door. Maar heb geduld. Helemaal penseelalg is een alg die maanden of jaren kan duren voordat je er echt vanaf komt. Dus zet door en heb geduld. Penseelalg is wel een van de hardnekkigste algensoorten die je hebt trouwens. Veel andere soorten die makkelijker zijn qua oorzaak. En ook dan weer makkelijker, sneller weggaan. Omdat penseelalg zo'n rustige alg is die ook zo rustig komt, gaat die nog veel rustiger. Dat is ja wel een beetje het nadeel en het voordeel aan deze alg. Ik kwam er dus achter, ja, fosfaat, dat is het. Dus dan gaan we niet meer die fosfaat toevoegen en we gaan helemaal terug. Sterker nog, in dit aquarium heb ik een soort reset gedaan. Ik heb een 50% waterwissel gedaan en ik heb dus alle voeding, alle overtollige voeding waar het alg van at, heb ik weggehaald. Op die manier hoopte ik dus ja, de alg echt goed de kop in te drukken. En tegelijkertijd was ik dus dagelijks bezig met die alg zelf handmatig weghalen. Vervolgens ben ik pas in december, dus pas ruim een maand later, 2 maanden later, ben ik weer begonnen. Met plantenvoeding toevoegen, maar halve dosering. Ik ben echt teruggegaan. Mijn planten die groeiden namelijk wel, maar gewoon gestaag. Alleen ik wou dat de alg niet nog weer mogelijkheid kreeg om te ontploffen. Toch wou die alg niet helemaal weg. Ik kreeg hem niet helemaal goed de kop ingedrukt. Dus wat heb ik uiteindelijk gedaan? Dat continu maar weghalen, is nog verder de oorzaak zoeken. Want als die fosfaat, die kan het niet meer zijn. Dus wat is er meer aan de hand? En toen ben ik gaan kijken naar mijn filter. Stroomt die goed door? Ja, dat wel. Maar mijn aquarium rook heel iets naar iets wat niet helemaal gezond was. Waar kwam ik achter? De filterwatten in mijn aquarium. Filter zaten wel verstopt en die stonken ook enorm. Met andere woorden, het was gaan rotten in mijn aquarium. Super dom. Eerst daarna kijken dus. Controleer je filter en gebruik je zintuigen. Het reukvermogen in het aquarium onderschatten we enorm. Maar je kunt ammoniak herkennen door simpelweg aan je aquarium te ruiken. Je kunt een vies filter herkennen door simpelweg aan een aquarium te ruiken. Je kunt zelfs bodemrot en blauwalg herkennen door simpelweg je geur te gebruiken. Toen heb ik ook continu de waterwaarde bijgehouden. Is mijn fosfaat inderdaad gezakt? Allemaal dat soort dingen heb ik ondertussen gedaan. Om ook te controleren dat wat ik deed dus ook invloed had. Nu, waar kwam ik nog meer achter later? Toen ik mijn bodem aan het onderhouden was, is dat ik mijn bodem niet helemaal goed heb onderhouden in het aquarium. Er zat namelijk heel iets bodemrot. Maar echt heel iets.
Op bepaalde plekken in het aquarium kwamen de luchtbellen naar boven. En nadat ik bezig ben geweest met dat onderhoud, wat inhield dat ik de bodem gewoon extra ben gaan onderhouden, extra ben gaan omwoelen en tegelijkertijd vooral heel veel ben gaan afhevelen. Want ja, woel je alleen maar die bodem om, dan heb je alle benden gewoon terug je bak in. Moet je ook niet willen. En ben wat extra waterwissels gaan doen. Op die manier heb ik mijn bodem, omdat het zo enorm licht was, die rotting, gewoon weer gezond gekregen en stonk mijn aquarium ook niet meer. Inmiddels ruikt hij dus ook weer fris en eindelijk begin ik dat gevecht met alg te winnen. Ik ben er dus al mee bezig sinds 8 november. En inmiddels merk ik dat ik aan het winnen ben. Nog zal het maanden duren voor ik dit aquarium er compleet bovenop heb en compleet algvrij ben. En ik moet er ook voor zorgen dat ik blijf doorzetten. Wat je heel veel ziet is dat mensen het namelijk opgeven. Als ze de oorzaak hebben gevonden en daarna is het niet binnen 2 weken goed, dan geven mensen het op. Maar waar je echt voor moet zorgen is dat je doorzet. Doorzet in het alg blijven weghalen. Hoeveel werk het ook lijkt te kosten, dat is misschien dagelijks 5 minuten. Maar dan krijg je aquarium erbovenop, ongeacht hoe erg je alg is. Ik heb eerder in een aquarium, ik zal het aquarium hier even aan jullie laten zien, een enorme draadalgexplosie gehad. Het was een enorm prachtige plantenbak. Ik was een week op vakantie, filterdicht is dichtgeslipt en ik kwam terug. En dit was mijn bak, volledig onder de draadalg. Je kunt het niet zo heel goed zien. 1, omdat het niet zo'n goede foto is. 2, omdat het natuurlijk vrij ver weg is. Maar tussen alle planten zat boom vol draadalg. Na het snoeien zag mijn bak er zo uit. Ik ben zo enorm radicaal geweest. Alle algen ertussenuit. Alles weg. Want ik was er niet op tijd bij. Die planten waren toch al verloren. Want die hadden het al verloren van de voedingsconcurrentie genaamd alg. En ik had zoiets. Eerst die alg de kop indrukken. En dan gaan we terug naar een mooie plantenbak. Maar mensen zijn bang om in te grijpen met alg. Omdat de alg nog niet de bak heeft overgenomen. Maar dat moet je dus voor zijn. Want anders moet je zulke radicale dingen doen zoals ik heb gedaan. Doe je dat niet, dan zal je alg blijven komen. En dan blijf je er moeilijk mee houden. Dus doorzetten, volhouden en natuurlijk die oorzaak achterhalen is het allerbelangrijkste. Iedereen wil natuurlijk genieten van een algvrij aquarium. En de manier hoe je dat kunt doen is je aquarium in balans hebben. Nu is penseelalg een heel stom voorbeeld, omdat het echt een heel erg hardnekkige alg is. Er zijn ook algen die beïnvloed worden door simpelweg je water waarmee je ververst. Bijvoorbeeld silicaat kan ook voor bijvoorbeeld bruinalgen zorgen. En zo zijn er zo ongelooflijk veel oorzaken van alg, dat het heel moeilijk is om te zeggen, daar en daar zit het. Maar vaak en over het algemeen zie je dat alg komt na een verandering in je aquarium. Dus een logboekje bijhouden waarin je gewoon neerzet wat je alles doet, wat je merkt, wat je veranderd hebt, is zo enorm handig dat als het misgaat in je aquarium, je kunt gaan kijken, oké, wat is er veranderd dat dit veroorzaakt zou kunnen hebben. Tegelijkertijd moet je er natuurlijk dus voor zorgen dat die basis goed is. Is de basis niet goed, dan heeft het geen zin om daarop door te gaan. Want zonder een goede basis kom je nergens. Heb je dus alg? Ga terug naar de basis. Kijk wat er mis zit. Heb je te veel vis? Heb je te veel vervuiling? Voeg je te veel voeding toe? Wat zijn je waterwaarden? Hoe zit je filtratie in elkaar? Etcetera, etcetera, etcetera. Want alles kan alg veroorzaken. Te veel van iets kan alg veroorzaken. Te weinig van iets kan alg veroorzaken. Ja, een lang verhaal. Maar ik wou jullie dus eigenlijk eens even meenemen in mijn gevecht met alg hier achter mij. Grotendeels door handmatig het weg te halen. Weet ik het inmiddels de kop in te drukken. Tegelijkertijd is alg ook H2O2, mijn vriend. Waterstofperoxide dus. Heel veel algsoorten kunnen daar absoluut niet tegen. Penseelalg inclusief. En dat zorgt dus ook voor bijvoorbeeld met blauwalg en draadalg zijn ook H2O2 en waterstofperoxide. Dus vloeibare zuurstof, wat dus waterstofperoxide eigenlijk is, zijn dan echt wel heel erg je vrienden. Nu moet je er wel voor zorgen dat je dat heel erg geleidelijk doet en dat je weet wat je daarmee doet, want het is geen vriendelijk groetje, maar het kan wel heel erg helpen om toch eventjes jouw aquarium die extra boost te geven, terug in balans te komen en tegelijkertijd, omdat H2O2, wat bijvoorbeeld wordt gebruikt om je haar te blonderen, zo sterk is, vergiftigt het ook de alg. En ja, je ziet ook als je het op de alg
spuit, letterlijk op de alg doet, dat het enorm reageert met het alg, wat op dat moment dus gewoon de alg aan het afsterven is. Nu, doe dit wel voorzichtig. Neem een dosering van 5 milliliter, 3% H2O2 op 100 liter en you're safe. En dit kun je dagelijks toevoegen, dus op spot, zeg maar. Dus op de alg zelf of in het aquarium zelf. En met bijvoorbeeld penseelalg, draadalg, baardalg, blauwalg zijn dit de dingen die je net even wat extra kunnen helpen om het aquarium terug in balans te krijgen. En dus omdat het alg en waterstofperoxide geen goede vriendjes zijn. Dat is zelf dus wat ik doe. Globaal dit enorme verhaal teruggebracht. 1. Oorzaak achterhalen van jouw specifieke soort alg. Ga je er dus in verdiepen en kijken wat je kunt doen. 2. Een plan opstellen. Wat moet ik gaan doen? 3. Dat plan doorzetten en observeren. Helpt dit? Doorzetten. En dat zijn dan de kleine dingen waar je op moet letten. Niet denken dat na 1 keer je oog weghalen, naar mijn enorme plantenbak die ik heb moeten wegknippen, dat mijn oog niet meer terugkwam. Nee, want helaas, alg is iets te hardnekkig voor dat. Maar zet door. Wees realistisch en zet door. Kijk naar de kleine verbeteringen. Als je niet meer elke dag, maar om de dag je oog moet weghalen, dan is dat al een enorme verbetering. En zet dan daarop door. Ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan deze video. Het is een enorm lange video geworden, zie ik. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel eens even een belangrijk onderwerp om door te pakken en over te hebben. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Laat zeker in de reacties weten. Als je iets gehad hebt aan deze video, doe ook even een duimpje omhoog als je iets gehad hebt aan deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en benieuwd bent naar meer video's van mij. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij de volgende video. Dus doei!